We hebben de presentatie van Microsoft gehad, we hebben hem van EA gehad en van Ubisoft. En nu is de beurt aan Sony, hoewel de beurt. We hebben hem net gehad, 90 minuten lang gezeten in deze arena achter ons. 6000 journalisten. Bloedheid. Wat was het warm, maar wat was het ook een spektakel. Want we hebben onwijs veel gezien waar Sony de komende jaren mee op de proppen komt. Games, maar ook vooral hardware. Ja, heel vet. Maar wat dat presentatie zegt, dat was 90 minuten lang. Bam, 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 bam. Ja, maar ze begonnen heel nederig. Vond ik heel goed. Jack Tretton, de grote Sony PlayStation baas van Amerika, begon heel nederig en nam zijn tijd om nogmaals zijn excuus te brengen naar de spelers over de hack. Over de Sony hack, waar de Sony PlayStation Network heeft heel lang plat gelegen. De gamer is uiteindelijk de dupe ervan geworden en Sony zelf natuurlijk nog veel meer. Ja. Hoe dan ook. Ze hebben het niet weggelachen, niet een flauwe grap of zo. Niet de komiek. Je kan niet heel grappig gaan doen met die dude van vorig jaar die er een show van maakt. Je kan dit niet aan de kant schuiven en er lachen over doen. Dat was super kut en nu is het weer bijna gefixt. En dan kunnen we gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. En dat is namelijk de games en de hardware. Ja, maar ze begonnen misschien wel met het klapstuk van deze hele E3. Uncharted 3. Want jongens, wat zag dat er weer fantastisch uit. Uncharted 3 natuurlijk. Drake, Scully, ze zijn allemaal weer terug. Een super gaaf avontuur. Ja. Ik weet niet precies hoe het zit. We zagen een demo in een boot. En die boot die gaat ook heen en weer. De levels gaan heen en weer. Dingen rollen van links naar rechts. Maar op een gegeven moment een explosie. Water stroomt in die boot. En ondertussen speel je gewoon door. Het is niet... Ik had een beetje een Titanic gevoel. Ja, inderdaad. Ook, maar hier op het terrein lopen ook allemaal Drakes. En die check. Hoe heet ze ook weer? Die Chloe. Toch? Ja. Nee, ik weet het niet. Ja, in ieder geval een leuke chickje. Je hebt er hier een stuk of 50 rond. Die delen voedselpakketjes uit. Loop hier ook 20 Drakes. Maar waar de game mee begon is typerend voor Uncharted. Weet je, dat de hele omgevingen op zijn kop zijn. Die boot die heeft een paar keer omgeklapt. Weet je nog in deel 2, waar je in die wagon zit. In het begin, bij het sneeuwlevel, dat je ook op zijn kop hangt. En dan weer op zijn kop en later met die huizen nog. Nou, dat zit dus hier ook weer in. En dat is wel echt een beetje kenmerkend voor deze serie. Door die geweldige presentatie van Uncharted 3 had Sony meteen een klein probleempje geschapen. Dat was namelijk dat de games die daarna kwamen, Resistance 3, maar ook een nieuwe game van de makers van EVE Online, Dust 5 en 4, die oogden gewoon meteen wat die minder. Die viel om heel eerlijk zijn een beetje stil. Het zijn helemaal geen gekke games, maar Uncharted is zo overwhelming. Zo bam voor je raap. Het ziet er zo... Het ziet er zo mooi uit. Schitterend uit. Het is echt een avontuur dat je wilt het spelen. Ik heb meteen zin om Uncharted 2 te spelen. Maar daarna pakten ze toch weer even een moment met aankondiging van een nieuwe tv. Een soort zo 28-inch tafelmodelletje. Het is een PlayStation tv. Microsoft liet niets over 3D zien. Eigenlijk ook EA niet, waar vorig jaar wel met Crysis hele 3D-presentatie was. Ik heb nog een brilletje ergens. We kregen allemaal weer een brilletje. Ja. En Sony had echt weer zoiets van, jongens, 3D, daar gaan we gewoon lekker mee verder. En het grootste probleem met 3D-tv's zijn natuurlijk dat ze gewoon veel te duur zijn. Die brillen zijn duur, die tv's zijn duur. En ze staan mij wel heel goed, vind ik. Het ziet er niet uit, hoor. Je ziet eruit als een clown. Hoe dan ook, die tv die er nu aan zit te komen, dat is een PlayStation tv van 24 inch met een bril erbij, een resistance erbij, een HDMI-kabel. En dat voor $499. Ja. Dat vind ik echt heel goedkoop. En weet je wat het leuke daarvan is? Kijk, koop is helemaal een ding natuurlijk. Ja. En wat gebeurt er met koop? Het scherm wordt gedeeld, horizontaal of verticaal. Nou, wat nu? De tv die zendt het signaal twee keer uit. Player 1 die ziet de hele tv, zijn eigen tv. Ja. Player 2 ziet ook de tv. Dus op hetzelfde scherm wordt het signaal twee keer uitgezonden, waardoor je gewoon echt super vet. Ze noemden het zelf Co-op 2.0 en dat is het feitelijk ook. Je hoeft niks te missen van de totale wereld. Dus je hebt dezelfde graphics ook, want vaak in Co-op als je speelt nemen de graphics toch een backset. Wat ook heel erg leuk is, is de NGP. En die heet natuurlijk nu de PlayStation Vita. Ja, een beetje een rare naam vind ik. Ja, maar hij was al gelekt. Twee weken geleden las je het al op pu.nl. Toen dachten we van, nou kom op, het moet nog wel even een andere naam. Het betekent leven. Het is Spaans of Italiaans voor leven. Ja, maakt niet uit. Ik kan er lang en kort over lullen. Het is een mooi apparaat. Het is een slik apparaatje. Nee, wel een slik apparaatje. Het heeft een 5-inch OLED-scherm. Het ziet er super strak uit. De graphics van de... Twee analoge sticks. Twee analoge sticks. Eindelijk de graphics van die PS Vita. Ik krijg het bijna niet. Ik zit daar NGP, wil ik dat zeggen. Maar de graphics van die PS Vita, die benaderen tot op sommige momenten echt bijna PlayStation 3 kwaliteit. We werden daar gaan we weer Uncharted. Uncharted Golden Abyss. Het is een nieuwe game. Geen poort. Ja, dat ziet er gewoon bijna uit als de eerste generatie PlayStation 3 games. Zag er fantastisch uit. We kregen nog andere games te zien. Mod Nation Razer voor de PS Vita. Met ook een uitgebreide Create a Game mode. Ja, maar gewoon dat doe je nu met je vinger. Want het heeft een touchscreen aan de voorkant en een touchscreen aan de achterkant.
Maar met je vinger creëer je gewoon binnen 10 seconden een baan. Ja, dat is echt superleuk. Het is bizar. Het is zo kinderlijk eenvoudig. En het is zo dat de presentatie hier een beetje lang duurde. Maar eigenlijk was het bizar vet. Iedereen was een beetje ingekakt en zo. Maar als je even terugdenkt, op dat kleine klotenschermpje was die gast gewoon een baan aan het maken. Nou, zo klein is het niet, hè. 5-1 OLED. Vanaf iedere kijkhoek superscherp. De manier waarop ze het ook demonstreerden was tof. Eén gast ging gewoon live spelen. En de cameraman ging van achteren filmen. Dus je zag gewoon, het was niet nep. Het was gewoon allemaal in-game. Het klopte. Ja. Ik vond het echt heel tof. Ook een game die op de PSP 2 kwam, Street Fighter X Tekken. Ja, er kwamen die rare Japanen weer, die altijd heel erg moet lachen om zichzelf. Clown normaal is heeft hij altijd een BH op zijn hoofd of een raar hoedje, of komt hij verkleed als vrouw. Deze keer had hij gewoon een lelijk hemd aan, dat was het. Maar het is echt wel een verschijning. Ja, wat een figuur. Iedereen moet hem een beetje uitlachen. En het ziet er ook, het ziet er gewoon goed uit. Maar eventjes over de PS Vita, de prijs. Ja. De prijs werd bekendgemaakt. Tromgeroffel. Twee exemplaren. Er is eentje met 3G, dat kun je vergelijken gewoon met je telefoon. Ja. En er is eentje met alleen wifi. Dus hetzelfde als de iPad. Apple doet dat ook in twee varianten. Ja. Nou, degene met wifi die kost €249. Dat is hetzelfde als 3DS. Dat is heel scherp. Dat is echt heel scherp. Ik had niet gedacht dat het zo goedkoop kon. En wil je ook 3G erbij, dan betaal je €299. Nou, dat zijn mooie prijzen. Ik vind het een redelijk goede prijs. Ja, ik ook. Het is niet weinig. Ik bedoel, het is wel een heel slik dingetje. Het is echt een apparaat. Ik weet nog dat ik de PSP voor het eerst in mijn handen had, dat ik zoiets had van wow, durf ik bijna niet meer te spelen. En dat is dit ook. Ja. De Sony presentatie hebben we achter de rug. Het was een lange zit, maar ik vond het wel waard. Wat is jouw gevoel? Het was het zeker waard. Het begon ijzersterk. Een beetje lang, maar daarna kwamen ze weer met die PS Vita terug. En ja, het ziet er gewoon goed uit. Maar gewoon goede games, goede titels. Ja, misschien één klein verrassing had ik nog wel gewild. Die was er niet. Een nieuwe God of War of zo. Ik vond het een iets betere presentatie dan Microsoft eerder vandaag. Gears of War 3 is niet mis. Halo 4 teaser trailer is ook niet mis. Maar Uncharted 3, bang! Ja, dat is wel hard hoor. Absoluut. Uncharted 3, absoluut een kandidaat voor de game van de show dit jaar. En Bioshock Infinite. Vergeten we helemaal. Maar daar gaan we ook nog een PUTV item over maken. Dus blijf lekker deze hele week kijken naar PUTV. We gaan nog veel meer items doen en games bespreken. En de beursvloer op en bootbase bekijken. PS Vita hier jatten. Gewoon jatten. Ik ga hem stelen gewoon. Flik hem op. Een heggenschaar door die kabel heen in je zak. Ja, kom op. Flik hem op.